Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hele leuke boho sjaal haken. En hij is echt heel makkelijk om te maken. Je hebt geen zijkanten, dus je haakt hem gewoon in één hele lange losse ketting. Dus ja, ik zou zeggen haak lekker mee, want hij is echt leuk. Hij valt ook echt soepel. Ik heb wel een glitterdraadje meegehaakt, maar dan ga ik nu even vertellen wat je nodig hebt. Want ja, deze sjaal is echt super leuk om te maken. Verschillende kleurtjes, die zitten gewoon in de wol. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Je hebt nodig voor de boho sjaal te maken de UFO wol. En deze is van Action. En hier zit op 200 gram en dat is 459 meter. En ja, je haalt het precies voor de das. Je haalt echt de lengte eruit. Dus de UFO, even goed laten zien, de UFO bol van Action. Ik heb deze bol wel even omgerold. En er zit hier toevallig een rondje. En omdat ik hem omrol, dan gaat hij, ja, dat vind ik makkelijker haken, zodat je hem eventjes op een bolletje legt. Je hebt nog meer nodig. Nou, misschien een schriftje, een schaartje. Ik heb haaknaald nummer 5,5 gebruikt en een centimeter en een stopnaaldje. Ik dacht dat ik die klaar had gelegd. Oh ja, en een stopnaaldje zo. Kijk, dit is er een met een platte botte punt, zodat je je draadjes lekker weg kan werken. En dan kunnen we gaan beginnen. Je hebt één bol nodig, dus ik zou zeggen rol hem even op tot een bolletje. Dan kunnen we die leuke sjaal gaan haken. Hij is echt heel leuk. Nou, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan gaan we beginnen aan de boho sjaal. Ik heb het patroon ook uitgeschreven. Dus als je graag een patroon hebt, ja, zodat je weet ongeveer wat je nodig hebt en hoeveel, dan kan je dit bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. We gaan beginnen dus. Je hebt nodig een bol UFO, daar haal je het mee. Een haaknaald nummer 5,5, een stopnaaldje voor je, even kijken of ik hem bij de hand heb. Nou, net had ik hem nog. Nee, de stopnaald die heb ik niet, maar dat moet er een met een botte punt zijn. Oh, hier heb ik hem. Wacht, dit. Kijk, een stopnaaldje met een botte punt en niet een gewone, want anders dan krijg je echt de draad er niet door. En een schaartje en een centimeter, want je moet nog natuurlijk de lengte meten. En dan gaan we nu alles even aan de kant leggen. Ik heb ook de bol even omgerold, want ik merkte gewoon van ja, als je op het eind bent, dan kom je toch wel, kan je niet lekker doorhaken. En als je deze in een vaas legt of in een pot, dan kan je lekker doorhaken. Dus ik heb hem even omgerold en nou ja, pak je haaknaald nummer 5,5 erbij en dan gaan we lekker haken. Oh ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Ik heb nog glittergaren gebruikt om mee te haken, maar ja, dat is een keuze, gewoon eigenlijk een optie. Wil je iets meer glitter in je werkje hebben, ja, dan ja, dan doe je er eigenlijk een bolletje glittergaren bij en dat kan je ook overal kopen. Maar het maakt deze sjaal natuurlijk echt helemaal af. Hij is echt super geworden. Ik ben er heel blij mee. Er zitten zo leuke kleurtjes in. Oranje, grijs, roze. Ja, het is echt een soort Ibiza sjaal. Dus we gaan beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen eigenlijk met een losse ketting.
Ben je bijvoorbeeld 1,70 meter lang, zet dan 240 lossen op en 3 lossen. Dit is voor het eerste stokje. Ben je 1,60 meter lang, zet dan 220 lossen op en 3 lossen. En dan is dit weer je eerste stokje. Dus ik begin met 240 lossen plus 3, dus 243 lossen. Daar gaan we mee beginnen. Je maakt een opzetlus. Je steekt je haaknaald erdoor. De camera even goed zetten, dat je het goed kan zien. Ja, en dan ga je tellen. Wil je de tel niet kwijtraken, dan zet je om de 20 steken een steekmarkeerder erin. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En zo ga je door tot 240 lossen. En heb je 240 lossen gedaan, dan zet je er nog 3 bij. Als je jouw lengte hebt gehaakt, dus je moet echt eventjes de centimeter erbij houden, dat je 1,70 meter lengte hebt voor je sjaal. Hij moet niet te lang zijn, maar ook niet te kort. En dan ga je nog 3 lossen erbij haken. 1, 2, 3. En dan ga je in die vierde lossen, dus vanaf de haaknaald, 1, 2, 3 in die vierde, daar ga je een stokje in zetten. Die slaat om. 1, 2, 3 in de vierde opening. En dan haak je een stokje. Zie je dat die eerste 3 lossen dan meetellen als stokje? Dan ga je in iedere opening 1 stokje maken. En dat is het fijne van deze das. Die haak je dus gewoon lekker in de lengte. Dus je kan heel lang lekker stokjes haken. Zie je? Het haakt echt lekker weg hoor, deze sjaal, de UFO wol van Action. En op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo! Als je klaar bent met je hele toer stokjes, kijk eens hoe leuk die kleurtjes eigenlijk zijn. Want daar, ja, dat vind ik het leukste van die wol, dat je echt oranje, roze, paars, licht hebt. Nou, op het einde van je eerste toer, ja, het netjes. Tot het einde. Zo, dan is dit je eerste toer en dan een lekkere lengte. Dan gaan we nu naar toer 2. En toer 2 haak je 3 lossen en dan haak je 2 stokjes in de tweede steek. Dus je haakt 3 lossen. 1,
2, 3. Ja, je keert dan je werk. En je haakt twee stokjes in de tweede steek. Dus deze telt mee als stokje en dit is dus de tweede. Dan gaan we hier dus in. 1, 2 stokjes maken. En dan gaan we 1 losse maken en dan slaan we 3 steken over. 1 losse. We slaan 3 steken over. Even kijken of ik het zo beter kan laten zien. 1, 2, 3 slaan we over. 3 steken. En dan doen we 3 stokjes in de volgende steek. Dus 3 slaan we over. We gaan dus in die vierde steek maken we 1 stokje. En dan doen we in diezelfde steek hier doen we nog 2 stokjes erbij, zodat we 3 stokjes hebben. En dan gaan we de herhaling in. Dus we maken 1 losse, we slaan 3 steken over en we maken 3 stokjes. 1 losse, we slaan 1, 2, 3 steken over. In die vierde gaan we weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3 en 1 losse. En zo ga je heel toer 2 ga je afmaken tot het einde en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer. En dan doe je in de laatste steek 2 stokjes. Twee. Zie je, dus op dit laatste stokje doe je 2 stokjes en dan in die laatste losse van het begin 3 losse, daar zet je 1 stokje in. Zie je dat je dan een mooie eindiging hebt van je toer. En dan gaan we naar toer 3. We gaan met 3 lossen naar toer 3. 1, 2, 3. Dan keer je weer het werk. Nu gaan we 1 losse doen. En we zetten 1 stokje op het laatste stokje. Dus 3 losse omhoog, 1 losse en 1 stokje op het laatste stokje. En nu gaan we de hele toer 1 losse doen. En 1 stokje op dit beginstokje, een losse en een stokje op het laatste stokje. Dus 1 stokje op het beginstokje. 1 losse. En dan sla je deze dus over en op het laatste stokje. 1 losse en op het beginstokje weer een stokje. 1 losse en op het laatste stokje weer 1 stokje. 1 losse en weer op het beginstokje 1 stokje. Kijk, dan krijg je eigenlijk dit resultaat. En dat is toer 3.
die ga je zo helemaal afmaken tot het einde. En dan zie ik op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de derde toer met een stokje, een losse en weer een stokje. Een losse en een stokje. Een losse en een stokje in de derde losse van de vorige toer. Dus het laatste stokje van de derde toer. Dan is dit het einde van de derde toer. En dan even het patroon erbij pakken. Dan gaan we nu naar toer 4. Haak 3 losse. En dan, ja, dan keer je het werk. Even kijken hoor. 1, 2, 3. En dan keer je weer het werk. Als je het werk gekeerd hebt en je hebt 3 losse, maak je nog 1 losse. En dan ga je in deze tweede opening 3 stokjes maken. Dus niet in de eerste, maar in de tweede. 1 2 3 Kijk. Zie je, dan krijg je een mooie rechte zijkant. En dan doen we 1 losse. En dan gaan we deze weer overslaan en dan gaan we 3 stokjes in deze opening zetten. 1 2 3 1 losse. Deze slaan we over en we gaan weer 3 stokjes in de opening zetten. En weer 1 losse. Dus dit is toer 4. 1 losse. Zie je, je slaat dus elke keer die openingen over en je doet 3 stokjes in de opening. En dit is toer 4 en op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vierde toer. Ik heb hier al 1 stokje in de opening gezet. Dan heb ik nog 2 stokjes erbij. Een losse. En dan gaan we weer in die derde losse van de vorige toer. 1, 2, 3. Daar gaan we 1 stokje in zetten. Dan is dit het einde van de vierde toer. En dan gaan we weer met 3 lossen omhoog. En dan gaan we het werk keren. Zie je? En dan pak ik weer even het voorbeeldje erbij. En dan zie je dat we nu de vierde toer hier hebben gedaan met die 3 stokjes om, ja, zeg maar om die opening heen. En dan gaan we nu met de vijfde toer. En hier heb ik, om iets meer Ibiza boho sjaalachtig effect te krijgen, een glitterdraadje meegehaakt. Kijk, en dat kunnen we nu weer doen, maar ik heb niet al te veel meer. Maar ja, dan pak je eigenlijk gewoon die glitterdraad gewoon met je wol mee. En toer 5, dit is gewoon op elke steek een stokje. Dus we gaan aan toer 5 beginnen. Ik heb net 3 losse gehaakt, dus we gaan nu keren het werk.
En doordat je het werk ook iedere keer keert, tenminste we hebben het al gekeerd, we zitten nu weer aan de goede kant, heb je ook eigenlijk altijd een goede kant. Dus ja, je keert iedere keer je werk. En nu gaan we in elke steek een stokje maken en ik haak even het glitterrandje mee. Ik pak eigenlijk gewoon even de draad op. Ik denk dat ik hem meteen maar aanknoop. Ja, dat ga ik doen. Kijk dan. En die werken we straks gewoon lekker met het stopnaaldje weg. En we gaan dus één stokje in de opening zetten. En zoals je ziet heb ik het glitterdraadje, neem ik gewoon mee met de gewone draad. En dan op elke steek een stokje. En het glitterdraadje, ja, dat is voor ieder persoonlijk. Het is ook niet echt nodig, maar het is eigenlijk een optie. Als je zegt van ja, ik vind het wel leuk, dan kan je gewoon lekker je glitterdraadje meenemen. En ik hoop dat ik het eigenlijk nu goed heb uitgelegd, want ik heb dus op elke steek een stokje gezet. Dus op die stokjes een steek. En in de opening een steek, op een stokje een steek, op een stokje een steek, op een stokje een steek. En nog een keer in de opening een steek. En weer op een stokje een steek. Zo. En daarom is het ook altijd belangrijk om de hele video af te kijken, want ja, soms dan kom je dingen tegen en dan denk je, oh ja, als ik dat had geweten. Dus kijk altijd eerst de hele video af voordat je eigenlijk garen koopt of ja, dat je eigenlijk ergens aan begint. Maar nu gaan we toer 5 helemaal afmaken en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 5e toer en we doen nog één stokje hier in die opening en één stokje in de 3e losse. En dan zijn we klaar met de 5e toer, zie je, gewoon overal stokjes op. Ik had inderdaad die glitter meegehaakt, maar ik had iets te weinig, dus ik heb gehaakt ja, totdat mijn garen op was en daar heb ik gewoon een knoopje in gelegd. Maar dan kan je gewoon door haken met stokjes en dan ga je naar de 6e toer met 3 lossen. 1, 2, 3 en dan keer je weer je werk en dan gaan we aan de 6e toer beginnen. In de 6e toer is hetzelfde als de 3e toer en daardoor pak ik nu even weer gewoon de das erbij en dan ga ik het meteen uitleggen hoe het in elkaar steekt. Ik heb nu het voorbeeldje erbij gepakt en de 6e toer, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat zijn is een stokje, een losse, een stokje en een losse, dus ik ga de 6e toer eigenlijk niet meer uitleggen. Die is al uitgelegd dus, hè, zoals de 3e toer, dat is de 6e toer.
En dan heb ik weer een rij stokjes gemaakt. En dan is deze toer, die zevende toer, heb ik 3 losse en 2 stokjes in 1 steek. En dan sla je 3 steken over. Dus dit is de zevende. De achtste toer is alleen maar stokjes. En de negende toer, die is weer hetzelfde als deze toer, met die 3 stokjes. En de tiende toer heb je weer een stokje los, een stokje. En dan heb je weer eigenlijk een toer met dat je die opening overslaat. Dus deze zijn hetzelfde. En dan heb je weer een rij stokjes. En dan weer diezelfde toer. En dan de toer daarna is een stokje, een losse, een stokje, een losse, een stokje. Dus hetzelfde als de derde toer. Dus ja, je kan er alle kanten mee opspringen, hoe jij het ook wil maken. Maar deze heb ik op deze manier gemaakt. Dus ja, je hebt gewoon 5 toeren. En die herhalen zich net iets anders, omdat ik het eigenlijk een beetje heb laten verspringen. Maar als je goed kijkt of het patroon bestelt via iedereenkanhaken@hotmail.com, daar is het gewoon exact uitgelegd ook, en net als in deze film, ja, hoe dat je deze boho-sjaal haakt. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken, heel veel haakplezier en tot de volgende video. Graag abonneren, op de foto klikken, de duimpjes omhoog en dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Tot ziens!